Ik ben hier vandaag op de Scotland Rally 2019 met Suzuki België. En we gaan eens zien welke zottebakken hier allemaal staan. Een rally samen met Suzuki, dat zijn natuurlijk een hoop Suzuki's. En we beginnen met deze Vitara die helemaal getuned is. Helemaal met de ramp en met de nodige lichte zwaailichten. Maakt superveel kabaal. En iedereen dat ons al langer volgt, kent al deze... Hallo cameraman. Hallo, minder drinken, meer filmen. Iedereen die ons al lang volgt kent al deze Swiftjes. We hebben een Swiftje van de derde generatie. Dat is goed gegokt. We hebben nog zo eentje, de getunede versie. Veel sneller. We hebben de oer-Swift die oerlaat klinkt. We hebben nog een Swift. Het zijn veel Swiftjes. We hebben de Jimny in de beste kleur die Suzuki ooit heeft uitgebracht. We hebben een auto met een fles op tegen alcohol. Dat is een beetje raar, maar goed. We hebben de... We hebben de tweede generatie Swift GTI. We hebben de speciale Velociraptor versie. Zou ik erop kunnen klimmen? Ik ga er eens proberen op te klimmen. Kunnen we daarop klimmen? Kunnen we daarop klimmen? Ja, maar heel voorzichtig zijn. Nee, dat gaan we niet doen. Als voorzichtig is, doen we het vandaag niet. We hebben deze geweldige andere Jimny. Dat is die zomergymny, want kom eens even meekijken, cameraman. Kom. Zoom eens in, daar diep beneden. Kijk heel goed. Ja, dit is een Jimny die in het water kan varen. En bij deze gaan we dat eens tonen. We gaan verder, jongens. Wat hebben we nog allemaal hier verstopt? Kom maar mee. Deze kant op. Wat een geweldige Cadillac staat hier. Pluspunten, wie kan raden wat dit is. Maar ik denk dat het een civiel is. Maar ik ken iets van auto's, dus naar mij moet je niet kijken. Kom maar mee. Nee, wacht. Stop. Die kant. Kom mee. Kijk daar. Zie je het al in de verte? Zie je hem al staan? Oh, wat een zotte punten, man. Hebben we dat al gezien? Ongelooflijk. Helemaal uit Portugal naar Schotland. Dat is dus meer dan 800 kilometer. Daar ben ik vrij zeker van. Kom verder. Ja, qua dedication kan dat tellen, want dit ding heeft de neiging om af en toe kaduk te gaan, maar blijkbaar overleeft hij de Scotland Rally best goed. We gaan verder, kom maar mee. Er moet altijd een Citroën bij zijn en bij deze is het de Citroën BX. Ja. De Carapils editie. Weet heel goed dat NASA in 96 bijna met dit op Mars is geraakt. Ze hebben het net niet gehaald, dus nu is het maar de Scotland Rally. Nu even een serieus momentje op deze avond, want we hebben ook serieus gerief bij, zoals deze Porsche 924. We moeten niet altijd nog zo'n Swiftjes zijn, hè. Kom, we zijn verder. Okay. En dit is mijn vervoersmiddel gedurende heel de rit. Een rechtsgestuurde Suzuki Swift. En wat nog belangrijk is, ik heb zelfs een tent gekregen om in te slapen. Dus bij deze, dag. Oh, dat gaat niet, hè. Stuur aan de verkeerde kant is. Stel je voor dat je heel de rit met die Swift moet doen. Dat is niet al te groot, hè, maar er zijn er ook die dat met een oude Fiat 500 doen. Meer dan 3000 kilometer met de kleine Fiat 500 met de topsnelheid van de volle 80. Zotte. Ik doe niet meer aan mee. Ook belangrijk op de camping is collegialiteit. Dus bij deze, ik zal even overnemen, jongen. Dat is zwaar, man. Waar moet ik hier staan? Zo, hoppakee. Oh. Schotland, dat is Engeland. Dus er moet natuurlijk een Engelse wagen bij zijn. Zoals deze X-Type. Dit waren de auto's van de Scotland Rally 2019 in een notendop. En ik ga nu op mijn vaste stek een slaapje doen. Oh.